punt vandaag toch een beetje als een nederlaag voelt? Na de eerste helft wel, denk ik. Ik denk als je goed voorkomt met 1-0, eigenlijk niet veel aan de hand is. Je geeft weinig kansen weg. En als je dan vier minuten voor de rust een bal op deze manier tegenkrijgt, ja, dan maak je het zelf moeilijk. Dan maak je er weer een wedstrijd van. En de tweede helft komt denk ik beide kanten op. We konden deze wedstrijd verliezen, maar ook, ook winnen. Uiteindelijk wordt het 1-1. Breng je Van Persie. En ja, dat is heel mooi geweest. Dat is een jongensboek geweest. Hij heeft er 2-1 op zijn schoen. Ja, klopt. Een fantastische bal van Champal. Een steekbal. Ik denk dat Robin de lange hoek wilde zoeken. Maar uiteindelijk door het veld raakte hij hem verkeerd. Hij stuitte net op. En hij kon de bal niet goed sturen. En dat is jammer voor Robin. En ook jammer natuurlijk voor ons. Hebben jullie wel uiteindelijk toch te weinig gebracht? Weinig kansen gecreëerd en in de tweede helft zag je echt een fase waarin er wel heel veel misging bij Feyenoord? Nou, in de eerste helft, je komt goed op voorsprong. Je hebt daarna voorzet van Sam nog een kans op de 2-0. Dan moet je zo'n wedstrijd moet je gewoon uitspelen. Je moet geen kansen weggeven, geen risico achterin nemen. En dat hebben we één keer gedaan, net voor de rust, waar je op 1-1 komt. En de tweede helft was een wedstrijd, wat ik zei, dat ging beide kanten op. Kansen voor Utrecht, kansen voor ons. Dus uiteindelijk op basis van de tweede helft, denk ik, een verdiend punt voor allebei. Tapia speelde voor de rest wel goed, maar goed, gaat wel bij die 1-1 gruwelijk in de fout. Wat neem je hem kwalijk en waarom wist u hem ook? Want hij ging wel geblesseerd volgens mij naar de kamp. Nou, hij had al wel, natuurlijk, hij zag net voor de rust niet zo goed uit. Had wat last ook van zijn beide knieën. Dus we konden ook met de wissel ook Jeremiah in het centrum zetten, waardoor we daar meer snelheid hadden. Dus het was maar een aantal oorzaken. Dan breng je Dix, waar we misschien Nieuwkoop verwachten, die de laatste weken ook niet op de rechtsbackpositie speelt. Wat is zijn status? Nou, eigenlijk goed hoor. Alleen Bart heeft natuurlijk ook weinig minuten gemaakt. Heeft maandag ook gespeeld. Dus in dat opzicht ook voor Kevin gekozen. Maar Bart is natuurlijk ook voor mij nog een optie voor de rechtsback. Het moest eigenlijk na de winst op gelijk gebeuren bij Utrecht uit Ajax. Twee lastige wedstrijden, maar één punt. Hoe sta je hier nu in? Nou, dat is natuurlijk niet wat we wilden. Op basis van vandaag denk ik een punt voor ons wat ook 3 hadden kunnen zijn, maar ook 1. We hadden er meer van verwacht van de eerste 2 wedstrijden. We zullen nu ons moeten gaan richten op ADO thuis. Vandaag geen Nicolai Jurgensen, was geschorst. Maar als we alles mogen geloven, en we geloven alles, want in Engeland zijn ze heel serieus, zou het wel eens zijn laatste wedstrijd geweest kunnen zijn afgelopen zondag in de Arena. Jij wil hem ongetwijfeld niet missen. Hoe staat het ervoor met Jurgensen en Engeland? Nou ja, ik weet dat er interesse is, maar uiteindelijk nog niet van Martin iets gehoord dat er onderhandelingen zijn. En dat zal, je weet in deze fase van de transferwindow, de laatste week, dat er nog veel kan gebeuren. Ik denk dat voor ons als club altijd mogelijk is. Alleen we zullen af moeten wachten wat de komende dagen zal brengen. Maar kan Feyenoord zonder Jurgensen je club tot scoren die je toch ook vandaag wel mist? Je bent altijd afhankelijk van de markt. En zeker als een Engelse club geïnteresseerd is, dan weet je dat het ook snel kan gaan. Maar ja, het kan ook niet.